Het is een stralende dag en naast mij stralende collega Eunice. Een mooie dag om een DAB Plus radio in te bouwen. Kun je zelf doen, kun je later doen, zeg ik altijd. Ja, dat zegt ze altijd. Dus dat gaan we nu doen. Dat is de auto van Eunice. Want in 2019 is Grootnieuwsradio natuurlijk niet meer te ontvangen via de Middengolf. Maar dan is dit zijn waardige, meer dan waardige opvolger, het DAB Plus. Vandaag is het moment dat ik er gewoon eentje geïnstalleerd krijg. Hoe fantastisch, we zijn op weg naar ons Business Group lid. Autobedrijf Mazeer in Ermelo. Daar gaan we, Eunice. Ja, doe eens. Hoe klinkt het nu dan? Dit is wat ik hoor. Ik hoor alleen maar geruis, Eunice. Ja. Het is ook triest. Ik heb een DAB Plus radio nodig. Niet. Nee. Jij hebt echt een nieuwe radio nodig. Ja, het is zekerlijk. Het medicijn, het is een Pure Highway 200. Je hebt ook nog de Pure 400. Dat is een luxere versie dan deze. Daarmee kun je via Bluetooth kun je ook streamen van Spotify. En, dit is gewoon een bescheiden versie, hè? Dit is een bescheiden versie. Voor Eunice, want die is ook bescheiden. En dan hebben we de Pure 600. Pure Highway 600. Die is nog luxer, daarmee kun je ook bellen. Dus het is gewoon hands-free combinatie. Prijs van dit ding, raad eens. Nou, zo is het ook toch wel in de papieren, denk ik. In de papieren? En hoeveel papieren dacht jij? Nou, 200 euro. 200 euro? Ja. Nou, de helft. De helft? 99 euro, dan is deze jongen voor jou. Netjes. Ja, echt waar. En je zal het straks merken, geluidje is 10 keer beter dan dat geruis van jou, Eunice, via de AM. Ja, het is een mooie reis langs de wolken, maar ik wil een keer wat anders horen. Zeker, zeker. Kijk, en we zijn natuurlijk super dankbaar voor de 1008 AM, die heeft ons heel veel gebracht. Daar willen wij niet respectloos over doen. We zijn er bijna. Pas je op met de kruimels? En een broodje, dat ze wel krachtig zijn als we de radio gaan inbouwen. Of tenminste, gaan zij doen. Maar we gaan wel kijken natuurlijk. Zeker, aanmoedigen. Dus gaan meteen de auto wassen, super. Ik zeg meteen even hoi. Goedemiddag. Nou, daar zijn we dan. Autobedrijf Mazeer. Vakman staat naast ons. Willem-Jan zelf, eigenaar van het bedrijf. Zou je deze voor ons willen inbouwen? De Pure Highway 200? Ik denk dat wel gaat lukken, ja. Ja? Ja, we gaan ons best doen. Eunice, rij jij maar even op de brug? Doe geen probleem zo. Nou, zal ik het maar doen? Niet dat ik aan je twijfel, maar nee. Ik doe het zelf even. Oké? Oké. Okay. Oh. Oef. Ik geef hem aan jou. Dit is hem. Heel veel succes. Hoe lang gaat het duren? Ja, hangt er vanaf. In dit geval denk ik dat we een uurtje bezig zijn. Ja. Maar het kan ook zijn dat het echt al 2,5 uur is. En afhankelijk van de oplossing. Dit is de eenvoudige oplossing, maar er zijn ook echt helemaal ingebouwde systemen. Het kan maar zo zijn dat je 3,5 uur bezig bent. Dus echt afhankelijk van de auto, afhankelijk van welke oplossing wil je. En hoe goed, hoe mooi wil je het hebben. Okay. Helder. Ja. Duidelijk. Mooi. Ja. Kijk, een hele mooie plexiglas bovenop het dashboard. Je kunt goed zien. Je kunt redelijk goed bedienen. Maar ik vind het esthetisch niet de beste oplossing. Nee, zie je nou heel goed, hè? Ja. Volgende is hier naast het contactslot. Zit hij net achter het stuur. Ook wat lastig. Misschien is het nog mooier om hem aan de andere kant te zetten. Zo net naast de gleuf van de oude cd-speler. Je kunt hem goed zien. Als de airbag uitgaat, dan heb je er geen last van. Ik vind het wel een beetje spannend als dan iets wordt ingebouwd in je auto van hoe komt dat er dan uit te zien? Ja, maar ik heb vertrouwen. Hey, hij sloopt meteen je hele auto in. Ja, maar dit is nodig voor de afwerking, hè? Ja, als je het zelf doet, dan kan je ze natuurlijk lekker die draad laten hangen. Maar je zegt, het is ook veilig om ze even goed weg te werken. Klopt. Oké. Zal je maar gebeuren dat je draad eruit valt, net voor je komt, je wilt hem even aan de kant duwen. Ja. Dat soort situaties. Dat is waar. Dat is eigenlijk een beetje gerommel, hè? Dit is gewoon goed opgelost. Volgens mij is dit de manier hoe het hoort. Maar je kunt het ook zelf. Dat is... Ja, nee, precies. Ja. Dat is de keuze. Ja. Ben je vrij in? Ik bedoel, we leven in een vrij land. Toch, Eunice? Vrijheid. Heel belangrijk onderdeel, de antenne. Yes, daar gaat hij. Je prikt hem erin. Willem-Jan, hoe gaat-ie? Ja, terwijl jullie een beetje zitten te geinen. Ja, jij bent aan het werk. Ja, je hebt sierpaarden en werkpaarden. Ja, precies. Ik kijk even niet en in één keer zit het apparaatje erop. Ja, er moet wel wat gebeuren om aan de toptijd te komen. Gaan we gewoon door. Heel goed, heel goed. Ja, dan gaat er dus een kabel van dit apparaatje naar de antenne. Die wordt dan helemaal weggewerkt. Dan loopt hij allemaal achterlangs. En dan hebben we een kabeltje en die gaat naar de voeding. En waarschijnlijk in deze sigarettenaansteker, vermoed ik, is mijn vermoeden. Of rook je, want dan kunnen we die sigarettenaansteker niet gebruiken. Hé, hey, wat denk je anders hoe ik aan deze fijne stem kom? Rokerstemmen? Nee. Ik
Kijk nou joh, originele Wilhelmina pepermunt in het vakje. Koningsgezindheid is natuurlijk altijd een ding, daar moet je altijd bewust van zijn. Maar ook frisse adem is toch belangrijk als je in het auto rijden bent. Ja, ik heb altijd wel belangrijke attributen mee in de auto. Desinfect, hè? Ja, onmisbaar. Zo is het. Dit heb ik laatst aangeschaft, je kan hem maar nodig hebben. Cleaning wipes voor je zonnebril, je wilt toch goed zicht hebben, hè? Dus nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Zo leuk, hè? Aan de hand van de auto leer je iemand ook beter kennen. Het is echt net een handtas. Ja. Het moment van de waarheid is daar, mensen. Hij is zojuist aangesloten. Er gebeurt wel wat, maar nog niet. Nog niet helemaal. Ja, daar gaat hij, jongens. Hey. Highway 200. Dat is hem. Engels. Ja, dat kan er niet wel, hè? Links, rechts. Ja. Hup. En zo switchen gewoon van zender naar zender alsof het niks is. Ik voel me een geluksvogel. Maar echt waar. Superleuk dit. Ik denk dat we beter naar buiten kunnen rijden om echt te laten scannen. Want de DAB-ontvangst hier in onze werkplaats is nog niet heel fantastisch. Dat zie je, geen station. Als we zo meteen naar buiten rijden, nou, laat hem dan zoeken. Gegarandeerd goede ontvangst. Daar staat hij, de auto van Anis. Hij is klaar. Anis en Willem-Jan zijn nu aan het kijken of hij het ook daadwerkelijk doet. Dat zou wel leuk zijn. Gaan we eens even kijken. Hij staat nu op 1008 AM. Ja. Hey. Net hadden we alleen ruis, Nies. Ja. Klinkt eigenlijk nog best aardig. Ik ben ook verbaasd hier in Ermelo. Ik vind dit nog best oké. Oké, en nou DAB. Nou, okay. We zijn benieuwd. Daar gaan we. Aan jou de eer. Mij de eer. Wow! Dat is het verschil. Oh, fantastisch. Het moet even hard. Heerlijk, jongens. Ja, het is toch goed. Fantastisch dit. Te gek, man. Straks na 1 januari gewoon grote muziek blijven luisteren in je auto. Ja. Mooi viewer inbouwen. Willem-Jan, dankjewel. Te gek. Okay, dat was hem. Top. We gaan weer op huis aan. Goeie reis. Dankjewel. Mocht jij ook je autoradio willen laten inbouwen, dat kan. Ga naar grotisradio.nl/digitale radio. Kijk daarvoor een autoradio die bij jou past. Misschien wel die van Eunice. Je kunt gebruik maken van de garage. Misschien wel bij jou aan de beurt van een garage. Die is aangesloten ook bij de businessclub van Grotingsradio. Geluksmomentje toch dit? Ja, dit is echt genieten. Het is zo anders. Heerlijk. En hij ziet er netjes uit hoor. Antenne rechts in de hoek. En werkt easy hè. Het is gewoon huppakee zo naar Grun FM. Nog iets, Joy Radio. Of gewoon lekker Grotnieuws Radio aan. En rij je maar.